sappige leerlingetjes van Justice Pergament. Dus het is weer tijd om voor de tweede deel van onze 5 jaar special. Kan je de trill even uitzetten? Ja, dat moet jij doen, hè? Oh. Ja, Kim Holland hebben jullie net gemist, helaas. Ja, ja. Die was er namelijk wel 1 seconde in. En toen ging ze alweer weg, die bitch. Ja. Zowel dat we in de backplaats staan, maar dat doen we niet. Aan. Nee, dus, nee, dat mag alleen bij productieve Japan. Oh mijn god. En wat was het trouwens? Echt al late night. Dat is nou gewoon al niet meer bekeken. Nou. Daar zag ik ook een filmpje van of zo. Lage kijkcijfers. Terwijl dat eerst zeg maar de shit was. Maar ja, dat is toch. Doe eens de viewboard. Dat is er eigenlijk met alles wel. Ik bedoel. Wie is de Mol wordt elk jaar weer beter bekeken. 1, 2, 3, 4, 5. Gooien we 6. Oké, we gaan het toch wel gebruiken. Ja, maar op een gegeven moment heb je toch zo'n talkshow wel gehad, zeg maar. Nice. Snap je, weet je wat ik bedoel? Op een gegeven moment dan, ja. Heb je het wel gezien? Ja. Ja, dat is zo. Oké, en nou blijven we daar gewoon staan. Dat scheelt. Oké, even kijken wat we gaan kopen. Een kanoe. Kanoe. Oh, vet al bling bling hier. Mm-hmm. En bling bling. Zo! Nou, dat heeft ons 3 coins bespaard. Ik dacht dat het een Magpipe was eigenlijk. Ja, dat dacht ik ook. Hij staat er ook een keer bij, hè? Oeh, deze lijkt me ook wel heftig. Ja, als het beeld niet lelijk is, net als met die bloemen van mij. Oh ja, vast. Of die schaduw is helemaal off. We hebben de filter. Komt deze ook in die 100 minigames? Ja, geen idee. Je weet niet de hele line-up, zeg maar ik verwacht dat het vet wordt in ieder geval. Ik ga in ieder geval wel halen. Kunnen we een beetje met z'n tweeën dan vechten tegen elkaar. Alleen hoop ik wel dat ze er ook iets van body doen. Oh, jongens, wat een... Chippie! Ik hoop niet dat er een minigame sterk komt. We vangen alles. Oh, 3 is wel overdreven. Soms dan neem ik een hap en dan denk ik, oeh, dit is een hete, maar dan valt dat mee. Lekker voor hem. In de blokkoe! Lekker. Ook niet coins? Nee, hè? Nope. Ja, gebruik ik canoe niet. Hopelijk komen we nou keihoog. Als het goed is komen we nou meteen boven, dus dat is wel meteen een paar vakjes, zeg maar. Ja, zie je. Hier, kijk hoeveel vakjes er zijn. Ja. Ik denk dat je met kanon toch verder komt met die triple swing. En we konden geen 1 gooien, dus dat scheelt. En we kunnen 17 coins kopen. Maar nou komen we wel op hun vakje. Wat worden ze nu? Ja, weet ik veel. Een orde. Op die mini Bowser en nou komen wij erop. Nou zie je gewoon al dat het beter is. Ik hoop Kamek en dan de Orb Switch. Nee, dan is gewoon onze of dat hun een vatje van ons krijgen. Het is gewoon 4 tegen 2. Eigenlijk zou het 3 tegen 2 moeten zijn, maar omdat wij gewoon die skills minigame komen, dan wel weer winnen. Omdat wij beter dan Breedle. Wat is het? Oh, maar 10 coins. Ik vind deze niet zo heel erg. Late game is die hammer orb echt super slap. En dan is die piranha weer super goed. Tenminste, eigenlijk vind ik die piranha in alle opzichten beter. Ja. Want als iemand 10 coins heeft, dan heb je alsnog 5 coins. En als iemand 20 coins heeft. Ja, als we nog piranha kan worden. Ja, in deze map. Oh, Pokepimmel! Nee, weer niet! Oh, deze. Maar in deze map kun je geen boost kopen. Hè? Dat is wel jammer. Oh, deze is wel leuk. Ja, maar deze is ook leuk. Deze is ook leuk. Wat Pokepimmel? We hadden met die party hadden we ook al geen Pokepimmel. Ah ja, ja. Ja, maar dan was ik al blij mee. Nu staat hij er ook een bij, maar we krijgen hem gewoon. Weet je wat we al lang niet meer hebben gedaan? Dubbel. Klopt, ja. Ik dacht al, oh, hè? Zij is ook af, die bitch. Wajo, die was echt smerig, want die ging en daarna ging die heel snel. Zo van, ja, fuck ja! Maar nou heb ik gewoon. Heb je Raikou al gevangen in Pokémon Go? En?
Pokémon over Suicune. En Suicune. Ik niet, maar Marion had de vlonder gevangen. Dat is Marion ook, dus even voor mij. Ja, dat is het vast aan. Alleen ik vind het jammer dat Suicune weer zeg maar 1500 is, max 1600, en dan zo'n NT is dan 1900 als je een sterke hebt, dus dat is al een groot verschil. Ja. Ik vind zeg maar Pokémon Go, kijk Suicune kun je ook niet eens in de gym zetten om te verdedigen, dus je hebt helemaal niet zoveel aan een verdedigende Pokémon zeg maar op het moment dat je een gym aanvalt. Dus dan denk ik zo van, of je bufft die Suicune, of je doet gewoon dat je ook legendarisch in een gym kunt zetten. Want anders heb je helemaal niet zoveel aan Suicune. En dan een ster zonder een rutsie. Oké. Okay. Ja. Aan de ene kant, wij hebben ook een ster gekregen. Dus het zou niet, zeg maar, zo erg zijn, maar het zou wel de relic hebben. Oké. Okay. Ja, weet je, 20 coins meer of minder, maar niet uit. Maar moeten we dit nou ook zien? Ja. Tuurlijk, Brutal is gewoon, ja, je hoeft niet te kijken, dan kom je er minder mee. Is dat altijd zo dat je de kunt skippen, dat het wordt geskipt? Ja, volgens mij een 7 wel. Ik ben er wel blij mee, hoor. Ik schot heel veel tijd. Ja, dat klopt. Oh, hammer. Oké, ja, die kunnen we dan weer op die ene orb gooien. Oeh, en dan komen wij... Ah, dan is geen single. Ja, dan is het multiplayer. Dat is Shiger, als je dan daarop komt, dan moet je zo'n dobbelsteen gooien en dan okay, moet je die hoeveelheid moet je aan coins gaan. Echt veel Donkey Kong deze party. Ja. Hij wist gewoon van, oeh, er is een special, ik moet mijn gezicht vaak laten zien. En multiplayer. Oeh! Jij speelt deze. Oeh! Nou jongens, jullie hoeven niet kijken, ik win hem toch wel. Kom op, kom op, kom op. Doe niet eens de moeite. Nee, je wil ik ook niet de moeite verder. Oh, ik moet even wennen dat ik dood ben, zeg maar. Elke keer als ik dood zie, dan wil ik zeg maar zo... Nee, ik ben dood niet, maar ik ben dood wel. Volgens mij is het dezelfde, hè? Nee, volgens mij, ja. Oké, oké. Hij wordt gek. Get on my level! Brutal! Oké, nice! Ik ben trots op. Ik doe het stuk alles. Ja! En hier krijg je een ster, want je zo goed. Nee, dit is alleen bij de maan. Oh, was de maan voor een ster? Oh, yeah. Ik had het wel verdiend. Ik ging even super saiyan. Maar ja, toch 20 coins, ik bedoel. Pokémon Piano! Ze teasen ons elke keer. Deze hebben we ook al gehad. Die andere twee, behalve die andere twee die niet Pokémon waren, die hadden we ook al gehad. Go! Ik vind deze ook altijd wel leuk. Oh, oh, dit is wel nice dat hij zeg maar nou dat aangeeft dan. Finish! Nice! Maar als jij hier nou ook 10 zou hebben, dan zou de 20 kunnen zijn. Oh, dan had ik eigenlijk... Die laatste niet moeten bij. Ja, nou, dat is heftig. Dat is best lastig. Om daar dan ook nog mee bezig te zijn, dat is wel lastig. Maar dat zal wel echt slim zijn. Als je dan... Net als met die ballonnen. Ja. Dat zal echt gewoon misbruik maken van het systeem. Ook echt nice dat wij gewoon 50 coins kregen. We komen vaak op Donkey Kong. We kregen al 50 coins, wat is gelijk gooien. We zijn al... Twee vakjes voor de ster zijn we, of één vakje voor de ster zijn we naar de finish geschoten. Of naar de start. Yeah. Wat moet er nog meer gebeuren? In deze special. Yeah.
En we hebben een ster gewonnen met zo'n minigame. En we moeten nog een hele heet chipje eigenlijk krijgen. Oeh, ja, maar ik heb al een hete gehad, maar ja, nou is die smaak al weg, zeg maar. Super mega heet. Ja, maar dan had ik toen nog super lang last van. Dat is een game, volgens mij doen ze dat gewoon zoveel seconden. Ja, en je hoeft niet te kijken wat ze winnen toch. De reden waarom ze het dus zo hebben gedaan is omdat anders te OP zijn. Want als je 200 coins zou doen, dan moet je gewoon 10 kaarten doen. Nee, maximaal 6. Dat is maximaal 5 zelf. Dat is nog wat te doen. Ja, ik zou eentje gooien en dan op hun orb helemaal aan de start, zeg maar. Nee, aan de start. Ah, oké, dan zou ik hem gewoon daar neer gooien. Wel jammer dat je hier dan ook geen shops hebt, weet je wel? Dat je dan zeg maar zo'n extra shop hebt, die dan, als je dan zeg maar de party keihard wint, dat je dan die souvenirs kunt kopen die je dan zeg maar in de game kunt gebruiken. Dus bijvoorbeeld een t-shirt, en als je die dan koopt, dat je die dan aan een poppetje kunt geven, dan heeft dat poppetje dat t-shirt aan. Kleine dingetjes, maar nee. Ja, ik vind het kut. Als het maar niet die moeilijke minigame is. Ja, elke... Is er ook een battle minigame gewoon 1 vs 1 Bubble Brawl? Apes of Red. Ah, give me a sign. Oh jee. Dan gaat hij zo signen, maar dan moet je op die goede blokjes. Oh, deze is leuk. Deze is echt leuk. Verneuken niet. Nee, het enige waarom ik het zou verneuken is omdat het daar dubbel eruit ziet, weet je. Yeah, en omdat hij mij dus wil naaien. Zie je? Hij wil mij deden naaien, die beest. Oeh, what are you? Nice! Wel, je krijgt niks. Oeh, dat zou echt nice zijn. Al hun coins. Om gewoon weer niks te krijgen. Coins. Ja, of een ster. Al hun coins nog vetter. Ja, maar twee ster is ook nice, want dan komen hun op Bowser en dan zijn we alsnog alle kansen. Oké, aan jou de eer. Fantastisch! Het op één na het slechtste. Ja. Maar waarom nou staat het erbij als iemand zoveel coins heeft? Dat is hetzelfde als zeg maar... Bill Gates, als je zeg maar bij hem, een fijne kerst en dat hij, ik pak even wat geld, dus dat je daar zo zit en dan, ja, hier, 10 cent. En dan denk je, what the fuck? Oh, deze is ook wel nice. Dan zou ik hem gewoon in de kaart zetten. Oké, eerst naar achter en dan moet jij omhoog, zeg maar. En dan, jij weer omhoog. Hier. Oh, dat gaat niet. Ja, zo. Ja, hier omhoog. En dan naar rechts. Ja, schuin omlaag. Ja, omhoog. Oh, jij moet omhoog. Links. Naar achter. Go. Ja, omhoog. Jij moet dat doen, jij moet dan sturen. Nee, jij moet jouw poppetje omhoog sturen. Nee, als je zeg maar naar achter, dan moet jij naar links zeg maar. Ik kan hem dan niet... dit is zeg maar weer zo pixel... Maar hun zijn zeg maar zo goed, dat als je twee foutjes maakt, dan ben je hem al niet meer. Ja. Want hun doen zeg maar het perfect, zeg maar. Het zijn eigenlijk gewoon Doritos cheese chips eigenlijk. Foto's. Een foto vind ik echt onzin. Al die coins. Ja. Nee, ik wil ze maximaal 20 coins waarschijnlijk. Ja, 20 coins. Oh, per 10, ik dacht al per 10. Dat zou wel al beter zijn. Iedereen heeft nou keiveel coins. Een coins uit de game te halen weer. Kijk hoeveel dingen we hebben, man. Wat fijn.
Kom je daar nou op vraagteken? Nee, net niet. Hebben we echt geluk, jongen. Baby Bowser zou slecht zijn geweest. Vraagteken zou slecht zijn geweest. Andere vraagteken zou niet zo slecht zijn geweest. Hier hebben we nou iets. Oh, kijk, dit is wat ik bedoel, zeg maar. Zo'n heel gebied maken, dat als ze daar dan zijn, dat ze sowieso genaaid worden. Miss DK nou alweer. Het zou echt nice zijn als we nou weer op DK komen. Ik denk dat we nou niet meer op DK komen. Een cannon moeten we eigenlijk. Eigenlijk wel, want anders komen we op die zap. Op die zap. Shimmyon! Hit up! Hit a rock! Deze delantje doet me ook denken aan die berg, aan de Sunshine, weet je wel, de ene... Hoe heet die ene? Dat je in die zon moet kijken, dat level. Oh, Nilky Berg. Ja, die hoge berg. Echt vet, dat moet in deze delantje niet zo aan denken. Nou begint het ook weer te prikkelen. Maar wanneer hadden we Sunshine gedaan? Ook niet lang geleden, hè? Nee, dat is toch best kort geleden. Het is Galaxy 2 eerst. Sunshine, dat is echt een sick spel. Alleen, het enige kut is, omdat je, als je die flut hebt, zeg maar. Ja, hij heet flut ook. Ja. Dan voel je zeg maar echt een king. En dan heb je flut niet en dan denk je, what the fuck, weet je wel. Ja. Dat verschil is echt te groot. Vind ik. Oh, ik sta ook gewoon op de finish. Oh, ik stond er ook gewoon op. Gewoon letterlijk. Maar jij was echt gewoon één stapje eerder. Ik stond er ook gewoon op. En ja, dan moet jij een chipje eten. Oké. Gewoon net als ons 1 in 1. Wel slim om een Totus in je team te hebben, hè? Gewoon door die power, hè? Ja. En dan, kun je die dan ook combineren met die Peach power-up? Wow. Nee, je kan maar één power-up per keer. Of met de Shy Guy power-up. Of Dry Bones, dat je dan dubbel nog gooit. Dat zou ook sick zijn, hè? Dat zou echt sicky making zijn. Ik vind die Mario en Luigi power-up zo standaard, weet je wel. Ja. En die Mario, Waluigi power-up is gewoon coins stelen, oké. Nou, dat was het dan, hè? Ja. Oh nee, en dan weten we alleen niet wat Yoshi en Birdo's. Volgens mij in de ijs zitten allemaal items. Ja, yeah, drie items of zo. Is eigenlijk de goodie bag. De bag der goodies, en dan zul je zien. Yeah! Ik denk 137 coins per dubbel. 37 coins, 36 coins of 35 coins. Eén van die. What? Ah, we hoeven niet kijken, want ze winnen toch wel. Wordt er even 102 coins in de... Ja! Yeah. Is er niet eens wat een coins, man? Hé, maar hun komen daar ook de hele tijd op. Ja. Oh, wat bullshit. Oké, die kennen hè? Ja, die kennen we niet. Als ze hun daar niet opkwamen, of als ze die gewoon hadden uitgezet, dan hadden hun gewoon... Ik denk gewoon min 1 coins gewoon. Echt gewoon veel minder in ieder geval. Nu vinden we maar kei weinig. Oh, en nou komen we dadelijk weer terug naar de start. Dat was wel. Zijn! Ja, nee. Ja, dat is Stef. Nice. Ik vind dat we het nog best goed doen tegen die Brutals, hoor. Ja, zeker. Ik had het erger verwacht. Ja. Ik had zeg maar verwacht dat we geen kans maakten. Ja. Dat het zeg maar... Dat hard zeg maar, dat zeg maar nog gewoon te doen is. Maar dat bij Brutals, als je dan één fout maakt, dat je dan af bent. En bij sommige minigames klopt het. Alleen, ja, bij sommige winnen wij ook. En dan heb je natuurlijk ook nog de party zelf. Dus een beetje geluk hebben. Net als dat je een sterk legt bij de waterval. Ja, maar ja, anders liepen we nou nog steeds één ster voor. En als hun zeg maar niet zo vaak op die Mike minigames kwamen. En die ook niet elke keer wonnen, dan hadden hun ook helemaal niet zo heel veel coins. Dat klopt. En wij hebben ook al twee keer met duels gewoon shit gehad. En hun hebben dan één keer niks gehad met duel. Wilpie? Zo, dan moet je dat ding pakken. Ik ben benieuwd of we deze ook kunnen winnen. Moet je dat vormpje pakken, weet je wel? Ja, met haar doen we. Ja, ik vind het wel. Gewoon op zijn tijd is deze wel grappig. Behalve met de computer easy, dan is hij echt kut. Oké,
Wow, het scheelde me niet veel, hè. Wat? Oh, je kunt ze gewoon tegelijk erin doen. Oeh, lekker, lekker. Deze game is er nou wel echt nuts. Ik denk de pijl. Oh nee, hier, ja. Oh, dat scheelde echt niet veel. Oh my gosh. Oké, easy, easy. Nu maakt het wel veel challenging hebben. Ja, het scheelt elke keer net die fractie van de seconde. De fractie. De fractie. Nice. Maar ja, dan komen we toch wel weer op Mike en dan. Twee keer. Oh, als ze nou gewoon anders kamers op Donkey Kong, of niet? Nee, niet. En wat kopen ze? En dan hebben we echt de fatties op voor die pipes, hè? Ja. Oeh, en ze komen op duel. Wat ga jij doen? Hey! Oh ja, je kunt hem maar voor 5. Ja, die had ik ook weggegooid. Ja. Kijk, ze hadden bij die metalen schoen moeten doen dat je ook nog dubbel mocht gooien. Dan was hij veel beter. Dat hij dan zeg maar 5 coins duurder was dan de gewone schoen, maar dat hij dan zeg maar 2 effecten had in plaats van, oh je mag gewoon wel maar 1 keer gooien, maar ja, die power-ups, ja, oké, maar het is alleen maar effectief voor die ene power-ups waar je dan overheen moet lopen en waar je niet op moet staan. Kijk, als het dan al voor beide alweer was, dan was het ook alweer beter, weet je wel. Ja, maar deze is wel heftig volgens mij. Op Breezel dan, hè? Ja. Deze. Oh, wat vaak. Oh. Is hij daar nou? Oh, fuck! Zij is 1 verder, hè? Ja. Oh, ja, jongen. Zo flauw. Kijk, en wat had ik daar dan anders kunnen doen? Snap je? Ik, ja. Heftig. Dan moeten we Shippy eten. En wedden dat hij nou wel iets kan zijn. Echt iets diks, hè? Ja, dat is het. 2 Shippies, hè? Oh, shit. Oké, dit is gewoon nog nice, dan. Oh nee, want dan kunnen ze misschien nog een ster over. Als we die hier doen, dan komen ze wel boven uit, hè? Oh echt? Ja, tuurlijk. Want dan kom je op de plek waar je begon met gooien. Dat is fucking heftig. Oké, ik heb een soort van hete. Oké, ik totaal niet. Ah, dan krijgen wij die weer, terwijl hun keiveel orbs hebben. Ja, wij hebben meer orbs gehad, hoor. En wij gebruiken ze gewoon niet onveel meer. Hij is weg te drinken met monster, dus dat is nice. Weet je wat ik benieuwd ben? Of wanneer we genaaid zijn? Ik ben benieuwd als er een mini-name star is, wie die dan wint. Want het is echt om en om. Ja, het zit hem in de kleine verschillen. Zeg maar. Ik hoop wel dat we een keer Pokémon hebben. Ah. Nee, de rest hebben allemaal gehad. Halve Pokémon was. Oké, als we Pokémon niet krijgen, dan gaan we even naar minigame mode. Maar ik denk echt wel dat we Pokémon krijgen. Normaal krijg je Pokémon 1 keer in de 3 keer, of na 1 keer in de 20 games, zeg maar. Oeh, deze uit 1 komt. Nice. Zijn er mensen die gewoon deed dat zo 3? Ja, maar niet met skills. Maar als je deze minigame echt oefent, zeg maar. Als je gewoon fucking goed wordt in deze minigame. Zou je dat dan kunnen? Nee, ik denk dat je niet goed bent, omdat het gewoon lucky is. Wat te snel gaat, of wat? Hier ook weer close, hè. 19, 20. Het is elke keer close. Ik had de meeste, maar jij schoot wel niet. Maar weer een game die bal hebben gehad, dat is een beetje jammer weer.
Oh, maar dat vind ik niet erg, want dan kunnen we misschien opnieuw op die vraagteken daar komen. En dan weer alle coins en dan weer een ster. Zag er hoog uit, maar 13 is helemaal niet zo hoog voor het dubbel gooien. 20%. Ja, maar dan vind ik 13 niet zo heel hoog, zeg maar. Kijk, ik vind dan 16 vind ik hoog, zeg maar. Ben je al bij die nieuwe subway geweest? De Bunders. Nee, waar zit hij dan? In plaats van de bakker? Nee, naast de bakker. Naast de bakker? Ja. Oh, nou, daar is de bakker ook niet in blij mee. Gooit gewoon de cannon weg, what the fuck? Oh jee. Hoezo is dat dan toegelaten, zeg maar? Van de... Hoezo hebben hun daar dan de vergunning gekregen? Want die ene nou op de poort is dan weg. Nee, die is daar ook niet. Ja, maar ja, de subway daar, zeg maar, want al die scholieren gaan daar naartoe. Daar zei ik al 10 jaar terug, zeg maar. Of dat zei ik al toen ik, zeg maar, eerste jaar ROC zat. Maar ja, toen deden ze dat niet. Maar dat ze daar een vergunning voor hebben gekregen. Nee, niks doen. Maar dat ze daar een vergunning voor hebben gekregen. Ja, omdat daar naast een bakker zit. Ja, als je gewoon huur betaalt, is dat niks erg hoor. Ja, maar het kan wel zijn dat de gemeente dan zegt van ja, maar dan krijgt die bakker geen klanten meer. Of ja, maar ik denk dat er nog steeds meer mensen naar de bakker. Weet je hoe duur die leuke zullen zijn? Ja. Ik ben überhaupt al iemand als die bij die bakker komt. Ja, dan geven de computer nog meer coins. Nee. Want die hadden niet genoeg coins. En als een minigame voor 1 coin per banaan is, dan... Oké, dit is leuk. Dit is saai. Wel jammer dat je dan niet, zeg maar, 1, 2, 3 en 5 hebt. Gewoon 5, dan... Die draait. Dat vind ik echt niet leuk. Ja, dit is gewoon fucked up, want dan is het voor 3 coins. Dus dan krijgen hun nog meer coins. Want dan spring je elke keer op de trots. Ik ben ook over het ras gesprongen. My gosh. Oh my gosh, flink weer mis. Wow. Fucking cool coins. En wij niet. Yep. Ja, dan krijg ik echt veel coins, ja. 36 of zo. Ja, zeg, 21 coins vind ik niet zo. Ja, het is goed, alleen het is jammer dat de computer ook weer coins krijgt. Yep. Ja, aan de ene kant. Maar jij zei dat we niet meer op Donkey Kong zouden gaan. Ah ja. Ook al. Pokémon staat er de hele tijd bij, elke keer. En we krijgen hem gewoon niet. Klaar, gefeliciteerd. Wow, je hebt nou keihard gewonnen, what the fuck. En dan kijkt die Toadette gewoon nul. Brutal, hè. Even zeggen dat hij brutal is. Het is brutal. Het is brutal, weet je. Als ze nou even een hoge score hadden, dan hadden we. Coins. We zijn op de helft nou, hè. Op de helft. Op de helft. We eindigen met die sterren. We zitten op de helft, Ik hoop nou echt dat hun naar de start worden geschoten. Nou, dan kan het al niet meer. Nee. Maar je moet wel 40 coins betalen. Maar ja, dat hebben ze gelukkig. Als zij die 4 niet gooiden, dan kwamen ze daar. Maar ja, ze moeten dan weer gewoon goed gooien. Terwijl daar die mushroom gebruikt is, vind ik best een hoog risico hoor. Ik zou hem daarom niet hebben gebruikt. Ik zou dan eerst gewoon een keer nog normaal gooien en dan pas die mushroom, zeg maar. Kijk, we hadden gewoon een kanon moeten halen. En als we daar nou dus die warpipe hadden, dan kwamen ze dus ja en dan waren ze daar weer. Nee, want dat hadden ze niet gehaald. Ja, als ze die warpipe helemaal aan het begin hadden. Ik wou hem op 3 zetten. Dus maar nee, dat hadden ze niet gehaald. Ja, 3 is. Maar wel goed over na. Ja, ik denk hier nog niet. Nee, jawel. Want over 2 stappen is zo'n ding. Oh ja, zo'n warpipe. Ja. Ja, maar daar kunnen we overheen lopen. Dat is maar 2 stappen, snap je?
Dat vind ik... Zet die erop? Nee, dat kan niet bij die, hè. En zo eentje kan dat niet, kijk. Oh, maar we kunnen wel hier. Kijk, dan hebben we die warre pipe onschadelijk gemaakt, weet je. Dat vind ik niet zo heel erg. Hier. Oei! Telt dat nou niet meer als vakje? Kijk. Jawel. Nou, en die warre pipe is onschadelijk. Het is tijd voor Pokémon. Hij staat er nou niet bij. Oeh, wel. What the fuck. Dit is echt, echt heftig. Hij staat er echt de hele tijd bij. En gewoon, we krijgen hem niet. Dat zie je zelden. Heb je trouwens ook al op Gold een Legendary Wild tegengekomen? Nee. Doe je dat ook op mijn manier, zeg maar, daar onder die... Ik wilde bij Aquatic Town en dan naar beneden. Ja. Yeah. Nou, ik was er dus ook mee bezig op Crystal. En ik had daar echt gewoon... 3-4 uur gedaan en ik kwam hem gewoon niet tegen. Maar ik denk dat dat ook kwam omdat mijn Fall corrupt was. Ja, maar daarvoor moet je hem eigenlijk gewoon eerst een keer tegenkomen voordat je het een beetje goed kan doen. Ja, yep, maar ja, op een gegeven moment, ik deed zelfs met Repulse, weet je wel. Oké. Dus ik ging er gewoon de hele tijd snel doorheen en zo. En op een gegeven moment dacht ik van, nou oké. Want dan, als mijn Repulse op waren, dan sloot ik het spel af. En dan weer opnieuw. En dan weer opnieuw en dan had je weer 30 Repulse, zeg maar. Zonder te zien, want het is toch elke keer random. Maar ik kwam hem gewoon niet tegen. Dus, en toen daarna, zeg maar... Terwijl je er gewoon 3 hebt. Ja, bij Crystal niet, maar 2. Maar bij Gold gewoon 3 hebt om tegen te komen. Yep. Maar je kan hem ook in Kanto tegenkomen, toch? Nee, nee. Niet? Oh, nee. Dat is dan wel netjes. En toen dacht ik dus van, ja, nou dan kan ik Hobo dus niet vangen op Crystal. Alleen toen daarna was dus mijn Fall corrupt en toen dacht ik al van, misschien dat het daar ook al aan ligt. Want ik heb echt gewoon, ik denk al 5-6 uur, zo naar boven naar beneden gelopen en ik kwam gewoon niet tegen. Dat is wel heftig. En ik had zeg maar mijn Pokémon gekloond met Masterball, dus ik had gewoon genoeg ballen zeg maar. Dus ik was gewoon ready. Waarom maakt hij die brug dan niet kapot? What a bitch. Het is een bitch met dit. Kom eens in beeld zitten. Hi. Ah. Ja. 40 coins. Nee. Dat zou echt goed voor hen zijn. Want dan, als ze nou 40 coins ervan maken en wij kopen de ster. Dan is het voor hem weer 10, ja. Nee, ik zou niks. Gewoon niks. En dan kunnen we iets bij de shop kopen. Bij de shoppen! Nog een kanon? Bij wijze van. Ja, ik zou die kopen. En dat is wel nice. Dan zijn we ook gewoon even 2 beurten. Dan maken we even veel stappen. Volgens mij komen we nou... Oh, oké. Er waren niet zoveel uit. Maar het is min 6 coins. Nou, maar niet veel. En dan zeg je, hoezo 6 coins? Ja, omdat ik... Ja. Ik dacht inderdaad namelijk, hoezo 6 coins? Maar toen dacht ik die plus 3. Jij was het zo iemand. Oké. Dit vind ik niet leuk. Ik denk... Voor Brutal... Dat dit ook spannend wordt. Het zal wel nice zijn. Hun zullen niks fout doen waarschijnlijk. We staan wel gewoon achter. Hey, we staan weer voor. Oké. Fuck! Kip! Oh nee! Wat doe je? Ja, ik raak in paniek! Save! Yeah! Nice. Met 2 fouten! Fuck, ik raak in paniek, joh. Ik was gewoon van... Oh kut! Ah! Weet je wel, Maar we hebben gewonnen. Ik gaf ze hoop. En dan... Fuck. Het was... Wat heen. Nou, hun komen weer op duel waarschijnlijk. Waarom swipen ze dan door als die al eerder kwam? Oké, dat is echt heel slecht op.
Nee, maar ze die hadden neergelegd. Nee. Oké, dan gooi je nou een hoog 22. Ja, Bowser? Nee, tuurlijk geen Bowser. Nee. Ze komen wel langs een item die ik had neergelegd. Ja, dat maakt nu niks uit. En hebben we toch genoeg. Coins zijn niet interessant op een moment. Nope. Is het hier ook bij de laatste turns dat je dan als je bij elkaar komt? Dat, dat is echt jammer dat ze dat hebben weggehaald. Ja, die bom. Oh, wat de fuck. Komen ze nou ook op pauze? Nee. Ja. Jawel. Ja, kom op. Maar ik denk een minigame voor iedereen en dan coins. Dat denk ik. Dat zou op zich best leuk zijn. Nee, want ja, we staan op brutal. En als één van hen die wint, dan houden we een coin. Oké, nice. Ja, je hebt hier ook echt een makkelijke bij, hè? Alle coins! Ja! Maar je hebt hier die makkelijke, dat je op die beestjes moet springen voor die sleutel. Dat is gewoon een free win. Hebben ze gewonnen? Yeah. Lee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 e
die die. Oh, nou gaan we allemaal alleen niet doen. Maar, oh, we hadden kunnen verwachten dat het niet gewoon was. Dat is al hard. Ik had er iets meer van verwacht, want nou zag je dus gewoon helemaal niks. Oh, werd dat we dadelijk naar de finish worden gezien? Oh, nice, het kan al niet meer. Ah, en we gooien het gewoon goed. Later, bitches! Nee, voor jullie kost de ster daar weer 40. Oké, okay, we lopen gewoon elke keer een ster voor. En die ster die we voorlopen was de ster die we gratis kregen. Nou, dan wordt het wel spannend met de extra sterren straks. Oké, okay, als de Orbster er is en de Call of Donkey Kong ster, dan winnen wij. Call of Donkey Kong ster. Bestaat die ook? Oh, dat is wel jammer. Wel de runningster en ja, dat kan voor beide. Ja, maar ik denk wij, want als kanon ook meetelt. Ja, dat telt niet mee. Dat is wel jammer. Ik denk het wel, want het zijn toch wel gewoon stapjes. Maar ja, als hij niet meetelt, dan winnen hun hem weer. Want hun hebben heel vaak getrippeld. En hun Pokeball! Hij staat er. Nee. Ja, dit is echt heftig. We hebben al lang geen chipje meer hoeven eten. Ja, maar we worden ook beter, hè, naarmate de game, zeg maar. Oké, kijk. Jij hebt het gunstig. Kijk, want jij kunt hier meteen, zeg maar, scherp. What the fuck. Ik kon niet sturen, want ik zat, zeg maar... Hun kwamen allebei ook tegen mij aan, zeg maar. Dus dan ga je alleen maar rechtdoor, weet je wel. Totdat je zeg maar eindelijk je losspringt van hun en dan pas kun je weer iets. Maar ja, wel gewoon weer gewonnen. Dat was gewoon mijn tactiek. Gewoon jou die vrijheid geven om voor ons te kunnen. Oeh, en een nieuw record, netjes. Ja, en ik kwam nog ergens vast aan ook, dus ik had nog veel sneller kunnen gaan. Ja, maar dat is zeg maar bij de start, als je zeg maar linksonder of rechtsboven, dan heb je het voordeel. Ja. Want in het midden, dan kom je sowieso tegen elkaar aan. En nou was het zo, wij kwamen met z'n allen daar vast en zitten en jij was... Ja. Ik, op een gegeven moment reed ik gewoon echt achter jullie, net alsof ik laatst... Ik wou ook eigenlijk, bij de derde ronde, zat ik te denken van, zal ik hier gewoon stoppen? En als hun komen, gewoon hun blokken. Ja, weet je wel. Maar dat is wel... Dat is altijd goed. Waarom gooit zij dan weer 5? Hun gooi je ook echt hoog elke keer. Komen ze op vraagteken? Volgens mij niet. Volgens mij komen ze op die Mike weer. Of is Mike 8? Zal ik zo meteen kanon inzetten? Want als je laag staat, kan je alleen maar heel hoog komen. Ja, je moet hem zeg maar neerzetten net voordat je omhoog gaat, weet je wel. Dan maak je de meeste meters, snap je wat ik bedoel? Als je hem zeg maar in het begin neerzet, dan word je gewoon, ja... Oh, even kijken waar we staan. Even kijken waar we staan. Volgens mij komen we weer op Mike. Nou, hoeveel coins gaan ze weer winnen? Ja, het is letterlijk niet eens op. Ja. 180 keer 2! Kijk, je kunt kanon gebruiken, maar we kunnen hier ook langs die shop. What the fuck? Eh?
Nee, en winnen. Verlies gewoon een keer. Oh ja, want dan hebben ze toch niet genoeg coins. Ik vind dat echt flauw, jongen. Volgens mij is het gewoon zo geprogrammeerd dat die altijd winnen. Kijk, en als ze hem nou gebruiken, kunnen we ook niet op Donkey Kong komen. Dus kijken wat we allemaal hebben. Gebruik die, die hier. Gebruik die maar. En kijken ja, bij de shoppel. Ik ja, haal die shy guy maar. Kunnen we weer. Kijk, nu zeg maar. Nu hebben we ook nog heel veel coins. Want stel dadelijk zijn 1 op de 2 vakjes van ons. Dan. Kijk, net zoals hier. Op een gegeven moment dan krijgen wij zeg maar meer coins en hun minder. Yep. Twee versus 3. Bing it. Oh my god, Nickelodeon. Ja. Serieus, Nickelodeon. Dit zal wel zo eerder toch, dan Bing it. Oh, dit is gewoon een aardige game. Oh, wat serieus. Hoe zou Pokémon dan? We moeten in de Shippy! Gewoon met een aardere game in Shippy. Yeah. What the fuck. Als een computer het record breekt, krijgt hij dan ook nieuw record? Nee toch? Maar goed, dat heb ik helemaal nog niet gehad. Nou, nu krijg ik meteen de eerste ronde. Ja, Pokémon! Dat zou gewoon kunnen. Dat weet ik. Dat zou me niet eens verbazen. Ik hoop niet dat die running zoom. Ik denk dat hun dan best wel kans maken. Nou, omdat we nou een keer tering hoog gooien. Money. Kunnen wij nou 2-2 gooien? Oeh. Dan zou ik inderdaad die kanon nu gebruiken. En dan, ja, maar als ze 2-2 gooien, dan komen we hier. Dat risico wil ik nog best wel nemen. En dan de volgende keer de kanon gebruiken. Snap je? Want op dat vraagteken komen is gewoon de start, zeg maar. Ja, als we... maar 14, niet slecht. Ja, en alweer orbs. En dan weer daar de shop. En dan kunnen we de volgende keer alsnog de kanon gebruiken. Kijk hier, en dan ga je daar meteen omhoog. Die? Ja. Dat is wel nice voor de running, zeg maar. Daar hebben we een beetje op elk vlak een kans, zeg maar. Ja. Alhoewel, ik wel echt denk dat we in de winning krijgen. Van alles. De bom of de warpipe. Of de hammerbro. Nou, de hammerbro wil ik nog houden voor ons hele gebiedje, weet je wel. Alleen, het is jammer dat je niet gewoon... twee orbs, zeg maar, met één keer neergooien. Ik denk nou, Pokéfilm. Oh. What the fuck is mis? De rest hebben we gewoon allemaal weer gehad, hè. Daar what the fuck is mis met het spel? What the fuck? Doe even normaal. Nou, oké. Okay, ik vind deze helemaal niet leuk. Huh? Hier, en ik heb hem niet. Nee, hij moet paars, hè. Ja, we zaten daar al bij. What the fuck, Harry? Ja, zij had die koe en dan drie bellen later kwam die. Leuk! Hmm.
Kijk, als de ship niet heet is, vind ik het helemaal niet erg om een minigame te vliegen. Ik had het gevoel dat die laatste die we hebben opgenomen, yeah. Was dat precies een jaar geleden, dat ik zo van was ervan had, of misschien wel 2 jaar geleden, dat veel meer hetere shipjes hadden. Ja, maar het kan nog, hè, hier. Dus heb je naar beneden. Ja. De heetste shippies wegen misschien ook iets meer. Omdat dat even. Nee, weet ik wel. Ik denk dat het gewoon random is. Want ze zijn toch wel verplicht om in een zak een heet shippie te doen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk vorige keer 6 of zo. 6, 5. Maar soms heb ik ook wel een wat pittigere. Maar niet zeg maar de vlam pittig, zeg maar. De extreem pittig ja. Heb ik nog niet gehad. Ik heb nog wel, ik heb wel 2 keer een al een. Ik heb 1 keer een hete gehad, 1 keer een. Mwah. Ja. En de andere, ja. Maar echt die hele pittige, die heb ik nog niet gehad. Ik denk dat een. 92. Als ik win, was dat ik al lang een keer alles in moeten zeggen. Ja, ze winnen toch wel. Dan hadden ze nou 1000 coins gehad als ze dat hadden gedaan. Ik denk wel meer, want ze hebben al 200 coins, die verdubbelen is 400 en dan verdubbelen. Ja, dan is echt veel. Maar max is 999, hè? Echt? Ja. Dat is saai. Ja. Ik denk dat Nintendo er geen rekening mee hield dat iemand zo ver kwam. Ja, doe maar de Canon, ja. Dat zou ik ook doen. En dan hopelijk dat er dan weer 1 vakje voor die badge wordt geschoten. En dan hebben we weer 3 star. Ik denk dat er nou 2 vakjes voor die bitch komen. Wow! Gewoon verder als toen, hè? Oké, gewoon 3 stars. Hey! Ah! Als we dan 1 vakje naar boven kwamen, komen we weer terug naar de 4. Oké, maar dit is nice. Wat zeg je, Sven? Oké. We doen gewoon weer mee. Met de race. Oh, kijk hoeveel sterren, jongen. What the fuck? En nagaan, normaal gebruik ik hier helemaal niet zoveel. Cannons, maar nou echt gewoon onder 3 beurten cannon. En nog zijn hun gewoon bij, maar hun gooien gewoon elke keer keihoog met die dubbele shrooms. Zo. Oeh, en we gooien weer. Na de minigame sluit je deze aflevering af. En dan? De laatste. Oké. Pyramids Christine. Deze komen niet meer zo bekend voor eigenlijk. Die verloren we vorige keer. Yep. Go! Hierboven. Hey! Oké, maar toen wonnen we hem ook de eerste. Ogen dicht, hier. Yeah. Nee! Oh, dan hebben we hem, hè. Nou, godverdomme, vieze tyfus Toadette. Wajo! Nee! What the fuck? God! Nice. Ik verneukte het bijna voor ons. Nou, Toadette! Oké, nice. Chippies voor hem? Nee. Maar was er iets in. Oké, en dan ben je ook meteen 20 coins. Dat is wel nice. Dat is wel nice. 20 coins voor de pom! Ah, laten we dit nog even bekijken. Ik ga toch niet op start drukken. Hoeveel turrets zijn we dan? Oh, best wel ver volgens mij. 35 of zo. Oh, wow, gaat sneller dan verwacht. Ik kan me herinneren dat zo'n potje echt. Ja, maar dat, als je het met 4 players doet, duurt het veel langer. Zeker. Ja, dat we zijn nu 1,5 uur bezig. Iets langer dan 1,5 uur. Nou, normaal zijn dat 20 turns. Ja. En bij die andere parties had je ook nog die minigame items, zeg maar. Die item minigames. Nee. Maar dat was wel. Yep. En dan bij dat ene landje bij Mario Party 7 met die random box heb je daar ook nog in 2 van die action minigames. Die ook nog lang met dat schieten en de honkballen. Ik, 31. Ja, en dan de volgende keer 19 turns. Ja, de volgende keer de laatste. Oké, maar dan is de laatste extra. Oké, misschien dat we wel 4 parts van maken. Dat moeten we dan maar even zien. Ja, ik denk, nou, ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon dan gewoon door moeten. Gewoon tot het einde. Tot het bittere einde.
Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaat de special weer verder. Ik heb er veel zin in. Adios, amigos.